Nou, dat moet. Dat wil niet wat ik wil. Maar hij legt hier vastgebonden en wel. Ik laat hem morgen overdag ook zien, maar dan is de verlichting natuurlijk uit. Ja, dus. Nou, ik sta mezelf denken en eten. En ik denk dat ik lekker een patatje ga eten. Ja, ik had zin in. Hè? Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom bij een gloednieuwe vlog van Coriena en De Beestenboel. Het is vandaag zondag de 3e van de 12e, 2023, eerste adventzondag. En daar nemen we jullie ook vanavond lekker even in mee, wanneer ik dat ga doen. Want ja, nou, het is nou licht, ga je het nou niet doen. Maar ik wou eventjes melden dat ik gisteren niet gefilmd heb. Ik heb gisteren zo de hele dag op mijn bed gelegen. Ik kom er nou ook net weer af en ik schaam me er niet voor. Want er zijn er veel meer met mij. We zijn moe. En nog eens moe. Slapen is er 's nachts niet bij. Het is heel vreemd. Je gaat wel op tijd naar je bed. En dan, voor mij doen dan. Ga ik op tijd naar mijn bed en je bent dan doodmoe en slapen, hou maar. En dan leg je me te woelen en te draaien en dan pak je die telefoon er maar weer eens bij om te kijken wat daarop is. Niks. Dan is er wel wat op die telefoon, maar in ieder geval, dan val je pas in de ochtend in slaap. En gisteren hoorde ik ook al mensen praten onder mijn raam. Heb jij dat ook? Wat moet ik hebben? Nou ja, zo'n hoofdpijn en rugpijn en ja, niet lekker voelen, misselijk ervan, maar toch ook niet ziek dat je in je bed moet blijven of wat dan ook. Nee, je bent niet ziek, ik word oh zo moe, vreselijk moe. Nou, ik zou graag willen weten of jullie dat ook hebben, want wat is dat hier raar? Hij lijkt wel scheef te staan. Of dat ding, dat zit niet goed. Dat ken ik ook nog. Nou, nee, dan klikt hij weer terug. Maar dan staat hij alsnog wel scheef. En ik zie dat al zo. Nou staat hij wel rechter. Dus ja, dat dus. Maar in ieder geval, ik heb trouwens ook een heel leuk kerstplaatje op mijn bureaublad. Laat ik jullie ook even zien. Ja, leuk hè, vind ik van wel, ja, dus, maar in ieder geval, ik vind het gewoon leuk, ja, maar in ieder geval, ik ga de meisjes even uitlaten en als ik terugkom dan is het een bak koffie maken en dan gaan we buiten naar de gang om die lamp proberen op te hangen en aan te sluiten. Kerststukjes te maken voor buiten, dus weer druk, maar daar neem ik jullie gezellig in mee, dus ja, dat gaan we gewoon gezellig doen met z'n allen, maar mijn meisjes gaan voor, dus ja, ik zou zeggen lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. Het is trouwens wel hier al in Den Helder grijs, grauw en koud, het is 2 graden, maar vanwege de wind voelt het dan als -3, dus het is warm aankleden. Dus ja, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar kleed je in ieder geval wel warm aan als je naar buiten moet. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet ze en geniet een beetje mee. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ik heb gelijk maar even een bak koffie voor mezelf gemaakt. Want ja, het is echt bitter, bitter, bitter koud. Ik heb helemaal, ja, ze worden alweer warm. Omdat ik, nou ja, je moet er rekening mee houden. Ik moet die meisjes loskoppelen, ik moet mezelf loskoppelen. Dan moet je je jas uit en dan moet je de boel eventjes op de rollator gooien en achter de bank zetten. Ja, behoort eigenlijk in de gang, maar... Jeetje mina, gewoon veel te koud. Ik zou de lamp ook ophangen, maar of ik dat doe, ik weet het niet. Maar het is echt bitter koud. Ja, het voelt aan als -3. Het is 2, maar het voelt aan als -3. Ja, nou, daar kan ik dus niet echt bij werken. Dan moet ik wel eerst weer even goed warm wezen. Nou ja, en het wordt vroeg donker, dus ja, ik weet niet of ik het dan zie. Maar ja, laten we het hopen dat het me allemaal gaat lukken. Ik heb in ieder geval een lekker bakje koffie. Ik ga zo vast al een bosje takken klaarmaken. Dat ik dat kan versieren. En dat denk ik dat ik dat op het aanrecht eventjes doe. Maak ik daar recht eventjes aan één kant ruim. Anders moet ik weer die tafel leeghalen. Nou, daar begin ik niet aan. Nee. Blijf bezig. Ja toch? Moet me niet. Maar in ieder geval, lieve vrienden, de meisjes die zijn verwend onderweg. Niet door mij. Nee, door 2 stuks. Ja. Ik vond ze niet mooi. Ik had al gezegd, ja, ik had mezelf zwart gemaakt. Dus dan weten jullie wel wat ik bedoel, denk ik. Ja, als ik zo iemand zou wezen, ja, je gaat op huisbezoek, maak ik me gewoon zwart. Kan je dan niks met die regeltjes te maken? Nee. Gewoon je eigen gang door blijven gaan. Maak je zwart als je die persoon speelt. Maak je je zwart. En niet hier en daar een veegje. Want ik vond dat niet mooi. Ja, we moeten met de kinderen meegaan. Je moet niks. Nee, je moet de oude traditie stand vasthouden. En toen zei hij ook, ja, de generaties van u en van mij, hij zegt, die zeggen ook nog gewoon dat er wel voor. Maar de kinderen zeggen allemaal, ja, ik zag wat, maar wat weet ik niet. Ik zag wat dwarrelen. Maar of het nou een vogel was of een stuk iets anders, weet ik veel. Maar echt hard waaien. Oh, een bal. De buurtkinderen hierachter zijn aan het spelen met de bal. En dat zie je dan omhoog aan. Ja, kan gebeuren. Maar echt hard waaien doet het niet hoor. Nee, maar de wind staat zo gewoon in een verkeerde hoek. En ja, daarom voelde het daar wat minder in. Maar in ieder geval, dat vond ik wel even leuk. En die 2, die gaven dus de meisjes even een pepernootje. Ken je dat? Geen kwaad? Nee, waarom moet dat kwaad kunnen? Een pepernootje. Eén enkele pepernootje. Ik kreeg geen kwaad al. Nee. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon verder van jullie dag en doe het met lach. Ga ik ook weer doen en ik hou me wat toe. Ik ga gewoon met mijn takken weer lekker bezig. En ja, kom je hier al in huis vallen, dan ben ik dus wel aanwezig. Ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Ja, ik ben er weer blij mee. Ja. Dat is de bovenkant. En dat komt dus op de picknicktafel te liggen. Ja. En het is al donker. Maar dit kunnen we zien. En dat moet ik met touw vastbinden aan de tafel. Ja. Dus dat gaan we straks even doen. Ik ga eerst een bakje koffie doen. En even iemand een berichtje geven. Want die stuurde mij een bericht. Moet ik even kijken wat dat is. Dus ja. Dan kan het helemaal goed. Maar dan is die in ieder geval weer klaar. Voor op tafel. Op de picknicktafel. En ja. Ik had het roosje erin geplakt, maar dat wil dus niet. En ik ben bang dat dit ook los gaat laten. En ja, kijk, die is ook al los. Ja, dat laat los. Dus dat gaat het niet worden. Ja. Met een ijzerdraadje ook weer. En zullen we deze vastzetten. En dat zijn dus gewoon... van de bloemies, geloof ik, dat mijn man dat vandaan had. Van die bindertjes. Heel dun. En dus, ja. Dus dat gaan we proberen. En lukt het niet, hek weg. Met het eikeltje, ik wil het ene appeltje. De ene zegt een eikel, de ander zegt een dennenappel. Dus ja, wat is het? Ik weet het niet. Gaan we gewoon vastbinden. En ik zet waar dat balletje er was, zet ik er ook eentje neer. En dan moet ik van de aardbeientoren moet ik nog doen. En ik denk zomaar dat ik wat overhoud, dus dan kan ik nog een stukje maken. Vind ik leuk, vind ik leuk, vind ik leuk. Ja, nou, ik ga eventjes een bakje koffie maken, lieve vrienden. En geniet er vooral van, zoals ik het maak. En er komt gewoon een gezellig stukje muziek eronder. Dus, ik was zelf al aan het zingen, maar ja, ik zing niet goed meer. Dus ja, vind ik zelf, maar wie ben ik? Maar in ieder geval, ik zou zeggen genieten en tot later. Ja, jullie zien het, want ik heb er verlichting bij in. Op batterij, het is voor buiten. Dat kun je het kastje wel zien. Dat is een zwart kastje. Dus ja, kunnen we mooi buiten op de picknicktafel leggen. Ja, echt waar. Ik ben er blij mee. Ja, lieve vrienden. Oh, het is trouwens koud. Oh, ik vernikkel. Oh, pijn aan mijn vingers, stoppen. Maar het zit vastgebonden. Oh, die kan ook aan. En dat is de krans buiten. Maar hij ligt op tafel. Het mooie kerststuk met de verlichting aan. Ik laat het jullie lekker eventjes zien. Moet je naar buiten komen? Kom daar. Jij ook? Nou, kom maar. He? Ik moet jullie even omdraaien. Dan zie ik tenminste wat ik film. Gek meisje. Gek meisje. En nog een het is zo koud. Oeh, echt. Nou, dat is mijn gouden regenboom, zeg ik al. Ja, die zit niet echt goed. Het draait ook door de wind, hè. Maar ja. Ja, ik heb net even de... Ga eens even naar de kant, schat. Heb die aardbeienbak een beetje leeg gegooid. Er zat een, nou ja, weet ik hoeveel liter water zit erin. Dus, maar hij ligt hier. Vastgebonden en wel. Ik laat het morgen overdag ook zien, maar dan is de verlichting natuurlijk uit. Ja, dus, nou staat mezelf denken en eten. En ik denk dat ik lekker een patatje ga eten. Ja, ik had zin in. Hè? Het is koud, hè? Ja, jij kan wel tegen met je dikke jas aan. Rijken de haren overeind. Het is koud, hè? Ja, en die lampen die beginnen te flikkeren, Ze doen het maar heel even en dan gaan ze uit. Die brandt nog wel. Oh, we gaan naar binnen, meisjes. Kom maar. Gaan we mee? He, gaan we naar binnen. He. Ja. Oh, wat is het gemeen koud. Het is niet lekker. Die ken ook aan. Zo. Rijdt ook een batterij. Dat moet ik nog aandoen. Die takken, daar moet ik eigenlijk nog mee aan de gang om daar ook via een AB mee. Ik denk dat ik even een dubbele stekker pak waar die stekkers in kunnen. En dan daarbij in. Moet ik even Jezus weghalen. Desnoods een ander plukje geven. Ik zie wel wat ik doe zometeen. En ik ga de televisie aandoen. En ik maak een bakje koffie. Hé, mag dat? Mag het niet, ja? Nee. Koud. En de ijsbeer heb ik nog niet eens gezien met het bondmuts op. Nee. Nee, maar ik heb het wel koud. Mijn vingertjes doen helemaal zeer. Ja. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder. En als ik al verder aan de gang ga met die takken. Voor op die aardbeientoren die daarop staat. Die aardbeientoren haal ik dan naar voren toe. En dan komen ze daarop te hangen. Maar ik weet niet of ik dat nou vandaag nog doe. Want het is echt gemeen koud. Echt. Want ik moet ook die mooie lamp nog doen. Nou, daar kom ik ook niet meer aan toe. Want het is donker. Daar moet ik echt daglicht bij hebben. Ja, dus nou, lieve vrienden. Geniet van het aangezicht van deze twee schoonheden. Ja, lieve vrienden, ik haal jullie er weer eventjes bij met de kerstverlichting. Hier heb ik een AB'tje. Zo de keuken daarop. Dat hele mikmakkie, ook die streng die er hangt. Behalve natuurlijk de kerststal. Oh ja, ik moet nog wat aan doen in die bloemen. En dat doe ik zo wel. Maar gaat trouwens op batterij, op de stal gaat op batterij, die twee kaarsen gaan op batterij, die twee, die moet ik nog even aandoen. Er staat ook nog een kaars, die gaat zo ook aan, maar ik heb een AB en ik hoef maar op dat knopje te drukken en is daar alles uit, maar ook in de keuken. Ja, en dan op dat knopje weer onder. En dan gaat alles weer in één keer aan en ook daar weer. Dat is ideaal. Ja, makkelijk en handig. We gaan het nou nog gezelliger gaan maken. Ja, ik neem hem even in de andere hand. Ik heb hier een aansteker. Nou. Ik heb hem net gevuld. Nou, die is nou aan. Die is nog uit. Die is ook aan. We gaan omrijden naar deze kant. En dan moet ik die toch even neerzetten. Want ik moet dit eraf halen. En dat moet even voorzichtig. Even daar neer. Even het huisje weg. Nou, kom op. Doen. Nee, nog niet. Ja, maar nu wel. Nu moet ik dat weer hebben. En hoop dat die blijft. Draaien, zometeen. Precies zo en niet anders. Zo, even helpen. Nou, het huisje. Die doet het ook. En ik mis daar nog mijn elfje. Die doet het ook. Ja, dan moet ik jullie weer eventjes kwijt. Want ik moet staan, ik moet even die bloemen nog aandoen. Die rode daar ook. En dat is mijn batterij. En dan moet ik zoeken. En daar was die. Voilà. En nou doet hij het ook. Dat kaarsje gaat aan. Die. Eerste adventzondag. En dan blijven die nog uit. Nog 3 zondagen te gaan en dan is het kerst. Dan, ja, en engeltjes. Ja. En die moet ook nog aan. Dan gaan jullie weer. Oei, woordjes. Die is het. Ik vergeet. Want dat gaat wel. Ja, dat is nieuw, hè. Althans nieuw, opnieuw. Tweedehands nieuw. Zo, die klokjes. Ja, moet ook even aan. Nou, dan is het allemaal aan, lieve vrienden. Ja. De kaarsen die aan moeten, zijn aan. En dit blijft te doen. Ik wil ook wel eens zeggen van bekijk het maar, dat ding. Die carousel, laat maar zeggen. Die heb ik van mijn liefhebbende man gehad. Mijn dierbare man. En dus... Nou ja, en vorig jaar heb ik hem niet aangehad, omdat hij toch eigenlijk zei van ja, bekijk het maar, ik draai geen rondjes. En toen had ik hem bovenop de printer staan. Maar ja, ik had toen voorheen had ik die kerstman op dat stoeltje. Ja. Dus ja, dat dus, lieve vrienden. Nou, ik ben, ja, die nog hè, die kaars moet nog even. Nou, dan moet ik eventjes met de stoel draaien, anders kan ik er niet bij. Hup, en dan zit er daar een knopje en die moet ik even indrukken en dan doet hij het ook. Ja, dus onder inzetten. En dit potje, die kan het ook doen, maar dan moet ik eventjes jullie laten zien. Want dat moet. Ik doe het even weer anders. Ik draai jullie weer even op. Zo. En dan het klepje omdraaien. Dus ik mezelf weer. Hier zit een dekseltje op. Nou, die moet los. En dan zit er een knopje. En die haal je om. Dekseltje er weer op. En ja, dat is een flikkergevalletje. Er zitten sterretjes in. Ja, en ik weet niet of jullie het kunnen lezen. Laten we het hopen, want dat strikje dit zit ervoor. Dus dat dus, ja. Alles is liefde. En die zit er daar weer neer, waar het stond. Nou, toch schitterend allemaal, hè. En dan hebben we daar nog wat in. Dat zullen we ook even opzoeken. Dat is hier. En dan branden daar ook de luchtjes in. En ja, in de hal hangt ook, maar ja, daar zit niemand, hè. Nee, ik zit hier. Dus ja, dat dus, lieve vrienden. Het is nog een klein beetje een puinhoop hier, maar dat is maar een klein beetje. Want deze heb ik morgen nodig. Dat komt in de takken die aan de aardbeientoren hangt. Komt te hangen, komt deze in. Dus ja. En dat is, ja, ik heb mijn statief opgeruimd, die moet ik ook even opruimen. Dus, nou, dat kan weg. gegooid worden, dit papiertje. Dat is hoe het werkt. Ja, nou, dat weet een klein kind zoals hoe het werkt. Dus ja, en mijn lezer, hè, die moet nog. Maar daar heb ik daglicht bij nodig. Ja. Dat moet ook vastgebonden worden en overdag is het denk ik een beetje warmer, want de temperaturen zouden weer omhoog gaan. Werd mij verkondigd. Ja. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van alles wat ik jullie heb laten zien. Hoe ik gewoon in mijn eentje lekker relaxed kan zitten, lekker van de sfeer genieten, kerstfilm op. En mijn hondjes erbij, mijn lieve meisjes. Hè? Ja, en die zijn net even mee buiten geweest dat ik, nou ja, dat vastbond op mijn picknicktafel. Ja. Ik ben er helemaal wauws mee. En mijn boompie, ja. Nou, en dan komt die aardbeientoren dus naar voren toe. En dan komt daar die takken op te hangen. Ja. Helemaal geweldig. Ja, en nou heb ik weer takken te veel, maar dat maakt niet uit. Nee hè. Nee hè. Kleine lieve, oh nee, je bent de grote lieve schat. En jij bent de kleine lieve schat. Ja. Jij bent de kleine lieve schat. Maar oké, lieve vrienden, ik ga een hapje eten. Ik zou zeggen, geniet van alles en jullie gaan aan de oplader. Want ja, hij geeft nog maar een streepje aan. Dus tot later, fijne avond. Ja, en toen konden we weer gaan zingen. Niet singing in the rain, maar singing in the snow. Want het sneeuwt. Het zal wel niet blijven leggen, denk ik. Of misschien ook wel. Ik zag ineens naar buiten. En ik denk, verrek, het sneeuwt. Maar kijk, die zit hier toe te kijken. Marijka, nou die vloog ook eerst wel naar buiten, maar gelijk weer naar binnen. Ja. Dus... leuk, gezellig. En dat op eerste adventzondag. Geweldig. Ik vind het mooi. Maar in ieder geval, ik maak nog even met mijn mobiel een filmpje voor anderen. En dan, want het sneeuwt in. Ik doe hem even dicht. Komt ook door de wind. Want het waait als een raket. Ja. Hé? Het gaat allemaal nog hartstikke goed hier. En ik ben met beginslop bezig voor een nieuwe vlog. Dus ook dat en een kerstfilm staat erop. Daar mag jij niet aankomen. Nee. Dus ja, dat dus. Nou ja, er komt... ja, het is koud. Echt bizar. Dus ja, ik vind het wel grappig. Nou, lieve vrienden, geniet. Misschien dat het bij jullie opsneeuwt en dat het blijft leggen. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, tot later. Zo, lieve vrienden, ja, de tijd is weer aangekomen om afscheid van jullie te nemen voor deze dag. En morgen weer terug te komen met een blijde glimlach, mag ik hopen. Ja, want het is met dit weer toch niet zo fijn om je bed uit te moeten zijn. Hé? Ja, dan gaan we nog rijmen en dichten ook. Ja, zeker. Maar in ieder geval, ik wens jullie in ieder geval allemaal welterusten. Ook namens de meisjes, daar staat Rijka, daar zit Elwing en meneertje Kandalf is boven. Dus ja, we gaan lekker zo naar bedje toe. Dus ik wens iedereen welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Geniet ervan. En ik hoop dat ze voor jullie uit mogen komen. En jullie weten het allemaal. God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!